Jacco Vinke van Schoop. Het is hier een drukte van belang in het land, hè? Zeker, zeker. Er zijn nog heel veel kinderen met het warme weer aan de gang. Die hebben besloten om niet naar het zwembad te gaan en om nog lekker verder te timmeren aan hun hut. Er zijn ook een hele hoop vrijwilligers die meehelpen en dus elk jaar is het weer een groot feest. Het zijn helden, hè? Zeker weten, ja, zeker weten. Ja, ja. Zeg maar, hoeveel van die helden zijn er? Ik weet het op dit moment weet ik het niet, maar we zaten gisteren al over de 400 inschrijvingen. Deze week is het wat rustiger vanwege het weer dat alle kanten opschiet. Maar vorige week zaten we al over de 100, gemiddeld 170. Gemiddeld 170, nou zeg. En niet alleen timmeren hè, en op de vingers slaan, op de duimen slaan, maar ook andere dingen? Ja, er zijn elke dag, vanaf de derde dag zijn er elke dag andere ook extra activiteiten voor de kinderen die dat leuk vinden. Alles mag, niks hoeft wat dat betreft. Dus ja, er zijn altijd wel elke dag ook wel leuke andere dingen te doen. Zeg maar, als ik dat zo bekijk, hè, al die spijkers en al die planken en die hamers, hè, gebeuren er geen ongelukken? Nou, we hebben hele goede EHBO'ers hier rondlopen. En uiteraard gebeurt er wel eens wat. Hutten bouwen is niet ongevaarlijk, dat moeten we ook niet willen. Maar kinderen moeten ook leren om met gevaarlijke dingen om te gaan. Dus dat is, ja, dat moeten ze ook leren. Ja. Nou zijn sommige van deze bouwsters niet echt voor de eeuwigheid, hè? Nee, volgende week gaat alles in de brand. Ja. Maar ik bedoel maar, kan je er inderdaad veilig bovenop? Er lopen altijd twee technische mensen rond en die keuren de hutten. Dat heeft te maken met het feit dat het duidelijk is wie dat mag doen. Dus, en die doen een sticker op het hutnummer of ze wel of niet op het dak mogen. Dus die beslissen daarover. Nou zie ik overal nummers, hè? Maar is er nog een wedstrijd aan verbonden of zo? Ja, volgende week woensdag tijdens het sloophuttenfeest wordt altijd de mooiste hut en de beste samenwerking. En dan wat we kunnen bedenken voor leuke hutten, zeg maar, voor de leuke prijzen, die wordt uitgereikt. Ja, nou lopen hier niet alleen kinderen rond die heel hard timmeren, maar ook vrijwilligers. Hè? Heb je daar een enig idee van hoeveel er zijn? Volgens mij zitten we nu op 42 vrijwilligers in totaal. Die zijn er niet elke dag allemaal, maar in totaal 42 vrijwilligers. Gijs Bosma, daar zit je toch mooi in een... wat is dat voor een ding? Dat is een trekker. Een trekker? Ja. Maar dat is niet je normale voertuig, hè? Nee, dat is niet mijn normale voertuig. Nee. Wat is dat dan wel? Een motocross. Ik sta nu tweede in het Twents kampioenschap. Tweede in het Twents. Hoe lang doe je dat al? Vanaf mijn derde. En hier zijn we hut aan het bouwen, omdat het in de buurt is. Ja. Ja. Je hebt ook nog een paar kameraden bij je, hè? En wie zijn dat? Dat is Ties en dat is Hugo. Dat is Ties en dat is Hugo, hè? En jullie hebben een hele mooie hut gebouwd. Hoe heet die? Het KTM-hut. De KTM. Wat betekent dat in vredesnaam? Dat is een Oostenrijks crossmotormerk waar ik al jaren op rij. Ah, een boerderij. Een boerderij? Oké. Okay. Nou jongens, veel succes. Ja, bedankt. Ja.